Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van vanochtend 6 uur zien we nog veel bewolking boven Nederland, maar boven Zeeland en de Noordzee is weinig bewolking. Daar breekt als eerste de zon door en dat zonnige weer breidt zich steeds verder naar het oosten uit. Langs de oostgrens kan in de eerste ochtenduren nog een bui vallen, maar later vanochtend wordt het ook daar droog. Vanmiddag is het dan overal droog, zijn de flinke zonnige perioden, alleen nog steeds wel enkele wolkenvelden in het oosten. 20 graden aan zee en 23 tot 25 graden in het binnenland. De wind is vrij rustig, windkracht 2 tot 3. Ook vanavond een lang zonnig weer, waarbij de temperatuur in de loop van de avond daalt tot rond 17 graden. En de buien zien we voorlopig niet terugkomen. Ook morgen hebben we een droge dag met flinke zonnige periode. Het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Alleen door de noordenwind is het op de Waddeneilanden 17 of 18 graden. Vrijdag vergelijkbare dag, weer een wind uit het noorden tot noordwesten, dus op de waddeneilanden en de stranden de laagste temperaturen en in het binnenland wordt het zo'n 22 à 23 graden. Zaterdag gaat er een enkele bui vallen, dan gaat de temperatuur iets naar beneden. Zondag trekken de buien weg. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.